Heb jij dat nou ook wel eens? Dat je heel somber bent over de kerk in Nederland. De secularisatie die dendert maar door. Voor de meeste Nederlanders is de kerk en het geloof totaal irrelevant geworden. Ja, en dan lees je die bijzondere verhalen in de Bijbel. Van bijvoorbeeld de Pinksterdag, waar op één dag 3000 man tot geloof is gekomen. En dan het verhaal van de stokbewaarder die tot geloof komt met zijn hele gezin. En dan niet te vergeten dat spectaculaire verhaal van hoe Paulus tot bekering komt. Een soort lichtflits uit de hemel waarin God tot hem spreekt en hij compleet verandert. En dan denk je bij jezelf, ja, prachtige verhalen. Gebeuren dat vandaag nog maar? En voor je het weet wordt de Bijbel een boek met heel veel inspirerende verhalen. Maar van toen, van lang geleden. Maar niet voor nu en voor ons leven van vandaag. Als jij dat ook denkt, dan heb ik goed nieuws voor je. Want die verhalen gebeuren vandaag nog steeds. In landen als India, Nigeria, China, landen waar christenen zwaar worden vervolgd, zie ik op dit moment dat de kerk groeit. Dat er duizenden mensen tot geloof komen. Zelfs mensen die betrokken waren bij aanslagen op christenen, extremisten. Een jaar geleden was ik in Nigeria en daar sprak ik met Abdul. Een voormalig Boko Haram strijder, een man met bloed aan zijn handen. Een man die een ongelofelijke hekel had aan christenen. Had ook heel veel christenen vermoord. En hij vertelde me toen opeens op een nacht, opeens door bliksemflits in een droom, sprak God tot hem. En zei, ik ben de God die jou geschapen heeft. Het veranderde zijn leven compleet. En nu is hij een soort van evangelist onder moslimradicalen om onder hen het evangelie te verspreiden. Beetje de Paulus van onze dagen zou je kunnen zeggen. Misschien denk je, ja, prachtig verhaal, maar toch wel allemaal heel ver weg. Dan wil ik je nog een ander verhaal vertellen. Wat ik onlangs las op de website cip.nl van Ruben de Jong. Komt uit Rotterdam, de wijk Sjaarloos, was daar net gaan wonen en probeerde wat contact te leggen met zijn buren. Maar met één buurman kon hij toch moeilijk contact krijgen. Hij omschreef hem als een echte Feyenoord-hooligan, een man met tattoos, zo'n figuur die je liever een beetje op afstand houdt. En toch had Ruben het op zijn hart om voor deze buurman te gaan bidden. 3 maanden lang bad hij intensief voor deze buurman. En toen gebeurde er iets ongelooflijks. Na 3 maanden belde die buurman bij hem aan en zei, buurman, ik wil graag eens met je praten. Kan ik een bakje koffie komen drinken? En toen al snel kwam het bijzondere verhaal eruit. Hij zegt, joh, ik lig al 3 maanden 's nachts wakker. Als ik mijn oog omhoog richt, dan zie ik Jezus. De man is compleet veranderd en tot bekering gekomen. Dit soort verhalen inspireren mij. De verhalen uit de Bijbel zijn geen verhalen van lang geleden waar we over ons kunnen verwonderen. En zeggen, ja, prachtig, maar vandaag gebeuren ze niet meer. De Bijbel is nog steeds actueel, want God is niet veranderd en werkt vandaag nog precies op dezelfde manier als 2000 jaar geleden. Ik hoop dat deze verhalen jou inspireren om door te gaan, volhardend door te gaan om te bidden. Misschien wel voor die collega of die buurman of die vriend, van wie je eigenlijk de hoop al lang hebt opgegeven. Want ik geloof dat God nog steeds dezelfde is en jou en mijn gebed wil gebruiken om voor anderen tot grote zegen te zijn.